Leuk dat je kijkt. In deze video laat ik je zien hoe je de huid reinigt volgens de dubbel cleanse methode. Maar wat is dubbel cleanse nou precies? De letterlijke vertaling staat voor het dubbel, dus het tweemaal reinigen van ons gezicht. Wanneer of waarom doen we een dubbel cleanse? Door tweemaal te reinigen met hetzelfde of wellicht een verschillend product, zorg je ervoor dat alle ophopingen van bacteriën, talg, zweet, stoffen van buitenaf, allemaal worden verwijderd tot diep uit de huid. Een groot voordeel van het dubbel cleansen is dat dit ervoor zorgt dat je een schone lei creëert voor alle verzorgende producten die je vervolgens gaat aanbrengen. Denk bijvoorbeeld aan een serum of een dag- of nachtcreme. Alle actieve ingrediënten kunnen dus beter doordringen tot diep in de huid. Ik start mijn dubbel cleanse routine als eerste met de Camellia Oil Cleanser van Inika. Deze is perfect vanwege de voedende ingrediënten. Dit is ook een reinigingsproduct die er niet voor zorgt dat het een trekkerig of een droog gevoel nalaat na het reinigen van je gezicht. De Camellia Oil Cleanser is ook perfect om de doorbloeding van je huid te stimuleren. Hij heeft namelijk een prachtig mooie borstelkop, een opzetborstel van siliconen, waar het product als het ware uitkomt. En deze zorgt voor een kleine massage tijdens het reinigen van je gezicht. Deze cleanser is eigenlijk universeel te gebruiken als gezichtsreiniging, maar ook als make-up remover. Dus deze kun je ook veilig gebruiken over je lippen of over je ogen. De Camellia Oil Cleanser is een voedende reiniging voor het gezicht, voor zowel de huid als voor de ogen. Mocht je gevoelige ogen hebben, dan zou ik niet adviseren om de borstelkop over de ogen te gebruiken, maar dan los met de handen deze in te masseren. Deze biologische, natuurlijke en vegan gezichtsreiniger is verrijkt met sheaboter, cacaoboter en antioxidantrijke Camellia Oil. Vervolgens maak ik het gezicht schoon met een vochtig washandje. Uiteraard kun je de cleanser ook verwijderen onder de kraan. Zorg ervoor dat je koud water gebruikt, geen heet of warm water, omdat dit de huid wat meer kan uitdrogen. Stap 1 zit erop van mijn dubbel cleanse. De Camellia cleanser heeft mooi een voedend laagje achtergelaten, heeft de huid wel mooi gereinigd en heeft alle resten van make-up goed van het gezicht afgehaald. Vervolgens ga ik natuurlijk verder, in dit geval met een ander product van Inika, namelijk de Micellin Rooswater. Deze is net als de Camellia cleanser ook te gebruiken als een make-up remover, maar ook als gezichtsreiniging. Deze kun je eigenlijk zien als een tonic, maar wel heel belangrijk om te weten is dat de producten van Inika geen alcohol bevatten. Alcohol is eigenlijk ook een product of een ingrediënt wat de huid uitdroogt en tijdens je reinigingsroutine of tijdens je verzorgingsroutine is het natuurlijk belangrijk om alleen maar voedende ingrediënten te gebruiken. Ook de Micellin Rooswater van Inika is biologisch, vegan en natuurlijk. Deze is geschikt voor meerdere huidtypes, want deze bevat namelijk rozenbottel en aloe vera, ingrediënten die de huid kalmeren. Nou, zo zie je maar wat de Micellin Rooswater eigenlijk nog heel mooi van mijn huid kan verwijderen. Nou, dit zorgt er dus echt voor dat tot diep in de poriën alle resten van make-up, bacteriën, talg, eigenlijk allemaal mooi gereinigd worden. En alle verzorging die ik hierna aanbreng, trekt natuurlijk des te dieper in de huid. Neem ook eventjes de tijd om tussendoor de borstelkop van je Camellia cleanser te reinigen. Dit kun je ook doen met de Micellin Rooswater of eventueel met warm water. Zorg ervoor dat eigenlijk alle productresten mooi uit de borstelkop worden gereinigd. De dubbel cleanse heeft bij mij een mooie schone basis achtergelaten voor eventuele verzorgingsproducten of visagie. Dat laat ik je graag de volgende keer zien. Tot dan! Thank you.